Steeds, steeds, steeds verder lopen. Kijk, nu hebben we dit weer gedaan. Let goed op. Die stappen. 19.264. Welkom in Duitsland. Marcel, kijk even. 1, 2, 3, 4. En het mooiste van alles is 5. Takken genoeg. Spechtenboom. En het mooiste van alles is, we kunnen naar beneden lopen. Dit is op zich een vlakke plek om je tent neer te zetten. Dit is een boom, daar kun je hangmat tussen spannen. Die is stevig genoeg. Tot aan daar, zeg maar. Dit is een dood dingetje, zeg maar. En dan zou je hier kunnen liggen. Let op, als je hangmat hier tussen ligt. Dan is dit je uitzicht. Deze grote heuvel. Ik schat zo, we gaan even naar beneden. Als ik hier beneden ga staan, bij het allerlaagste punt, dan is dit je uitzicht. Ik weet niet wat dat allemaal van dingen zijn, jongen. We gaan even hier staan. Let op. Hier is dus het laagste punt. Als dit dus 1 meter is, dan is die 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter hoog. En het mooiste van alles is, als je hier zit, hier dus, dan zie je daar de tas staan en je ziet die helemaal rondom in een kom. Heel vaag, jongens. Ik zit hier nu al, ik weet niet hoeveel uren. En die zon die blijft steeds in dat stuk staan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat dit van speciale plek is, weet ik niet. Het lijkt wel of de zon hier niet wil zakken. Heel erg apart. Ik ben hier uren en uren en uren zit ik hier al. Hij heeft alleen dat stukje afgelegd. Heel vaag, jongens. Kijk even naar die kom waar we in zitten. Dat is het hele belangrijkste, jongens. Dat is pakken. Kijk eens even, gigantisch. Jongens, dit is onze nieuwe bushcraftplek. We hebben de coördinaat, maar we hebben een longitude en altitude. Dus ik hoop dat we het terug kunnen vinden. Als ik deze plek nooit meer terug ga vinden, dan baal ik enorm. Want dit is een van de mooiste bushcraftplekken die ik tot nu toe gevonden heb. Oh jee. Hout. 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 En nog veel meer hout. Wow. Dit is een grote boom die hier ligt. Daar kom ik nu pas achter. Die tak die je daar ziet, die is afgebroken. Jongens. Ik ben helemaal tot rust gekomen. Eerst was de diepvries kapot gegaan en nu is mijn wijnkoeler naar de kloten. Die is ook kapot. Ik denk, wat moet ik nou doen, weet je? Ik denk, ik ga naar het bos. Ik heb hier zo lang op een plek nog nooit in mijn leven gezeten om bij te komen. En het was top. Ik voel me weer helemaal top. We gaan vanavond gewoon biertjes halen. We gaan bier in het koud water leggen. En we gaan er een toch nog leuke avond van maken, hoop ik. Wow. Hier knap je echt van op, jongens. Kijk eens even wat een ding hier ligt. Dat is bij onze bushcraft. Waar is onze bushcraftplek nou? Wacht even. Hij is hier helemaal verscholen. Dit is hem, dat vlakke stuk daar. Dat is hem. Kijk even goed naar de structuur.